En naast een stukje rappen, zoals ik al zeg, ja. Alleen door met elkaar te praten, communiceren is al, weet je wel, daar steek je al iets van op, zeg maar. Ongeacht, even buiten de muziek omgekeken. Als je goed met iemand kunt opschieten, dan leer je daar ook eigenlijk al van. Waar praten jullie dan over? Van alles en nog wat. De dagelijkse dingen tot en met politiek, voor mijn part, tot en met kan van alles zijn. Is er één gesprek bijgebleven in misschien tijdens het opnameproces van het album waarvan je denkt, nou, dat vond ik echt een gaaf gesprek, had ik met hem had? Ja, wat meerdere. Maar die hoef ik niet te delen, toch? Ja. Moeten we wel wat dingen van, weet ja, toch, nee, ik weet niet, onder ons houden voor een stapje? Nee, maar goed, tuurlijk, er zijn heel veel gesprekken geweest. Ik heb heel veel gelachen ook. Ja. Weet je wel, dus we hebben gewoon schik gehad. We hebben schik gemaakt, we hebben fun gemaakt. Ik vind een toffe plaat gemaakt. En dat is voor mij het voornaamste eigenlijk, weet je wel. Dat je gewoon schik hebt, lol hebt wat je doet. En ook gewoon nogmaals, weet je, tof met elkaar kunt communiceren. Of een bepaalde dingen kunt hebben. Dat is heel belangrijk, denk ik. Ja. Ja. Jij noemde net ook dat hij een stukje volwassenheid meebrengt, ook in de muziek. Is dat belangrijk in de hiphop om toch ook een soort van volwassenheid te bewaken? Omdat jij ziet natuurlijk toch ook een hoop losbandigheid daarin. Ja, ja, kijk, dat is voor mij persoonlijk natuurlijk, weet je. Ik bedoel, ik ben op een bepaalde leeftijd, een bepaald punt in mijn leven, dat ik nu niet meer me kan gedragen als een jongen van 18 of 20 of 22 zelfs, weet je. Ik bedoel, dat heb ik allemaal al gehad. Dus ja, als jij met andere mensen gaat samenwerken, dan zoek je dat ook natuurlijk. Dat die persoon ook dat al gehad heeft, dat je daar niet meer mee hoeft te handelen. Weet je, want ja, dat gaat gewoon niet, weet je. Ik bedoel, weet je, jonge kids moet je nog heel veel dingen uitleggen. En als iemand het allemaal al weet, dan... Weet je, dat is al iets dat uit de weg is en dan kun je volledig richten op het maken van wat je wil maken. Dus dat is wel, belangrijk om te hebben dan. Staat je ook wel eens op onbegrip misschien bij wat jongere muzikanten waar je dan mee samenwerkt? Dat er toch een soort van generatiekloof is? Ja, niet direct of zo. Ik probeer, ja. Ja, in de tijd van Rots, ja, dan had ik wel, zeg maar, te maken met jongere boys of zo. En, het is niet dat ze je niet begrijpen, maar het is meer dat het moeilijk is om hun iets bij te brengen. Weet je, dat je wil hun dingen bijbrengen, maar dat is gewoon, dat is gewoon moeilijk. Ik bedoel, toen ik op die leeftijd was, was ik zelf ook een moeilijk ventje. Weet je, en dan neem je niet zo graag dingen aan van andere personen, omdat je alles zelf beter weet. Dus ja, in dat opzicht, dan ja, stuit je wel op onbegrip. Eigenlijk wel, maar ja. Wat voor dingen probeer je ze dan bij te brengen? Een stukje professionaliteit. Hoe ze omgaan met de mensen buiten hun kring, zeg maar, weet je. Hoe je een cd maakt, uitbrengt. Ja, gewoon kleine dingen. Ja, soms hele suffe normale dingen. Soms is het echt gericht op de business, weet je. Hebben van een gezin, wat heeft dat voor jou veranderd? Dat je gewoon toch iets meer nadenkt over de toekomst, weet je. En ook over de dingen die je zegt natuurlijk, omdat je nou een klein kind onder je hoede hebt, zeg maar. En bepaalde dingen, daar kan je niet mee thuiskomen, snap je? Ook minder mensen over de vloer of zo, weet je. Je bent gewoon een stukje rustiger geworden of zo. Meer gefocust op andere dingen dan feesten en uitgaan en zo, dat soort shit, weet je. En je krijgt meer liefde, weet je. Je hebt meer liefde in je leven omdat je een kleintje hebt die echt naar je opkijkt. En jij bent haar wereld. Weet je? Dus dat is gewoon belangrijk dat je daar ook naar handelt. Heeft dat tekstueel ook soms ook nog wel eens een verandering teweeg? Dat je toch op een andere manier met je tekst omgaat? Ja, af en toe wel, ja. Ik bedoel, ze kent heel veel van die tracks die ik heb gemaakt. Die kent ze inmiddels, omdat ze het in de auto heeft gehoord, noem maar op. En gelukkig, ja, er zitten nog wel scheldwoorden in of vieze dingen die ik zeg. Maar gelukkig is het nog niet zo wijs dat ze dat begrijpt of zo, weet je. Maar
kan me wel voorstellen dat als ik op een bepaalde manier was doorgegaan als ik vroeger deed, dat ze dan wel zou gaan denken van, hé, wat is dat? Of, weet je? Dus je bent wel bewuster van bepaalde dingen die je zegt of die je kan zeggen, maar dan op een andere manier. Is dat iets waar je zorgen over maakt? Dat ze je misschien anders gaat bekijken als ze het door heeft over de dingen waarover je gerept hebt? Nee, niet dat ik me zorgen maak dat zij dat door... Want op een gegeven moment komt ze in groep weet ik veel hoeveel en dan wordt ze er vanzelf al mee geconfronteerd. Maar ik ben niet degene die haar daar mee kennis wil laten maken of zo. Ja. Snap je? Ik handel dat wel af als het al gebeurd is of zo. Snap je? Ik kan het niet voor alles beschermen, maar... Je doet je best om het van jouw kant uit chill te houden, zeg maar. Ja, precies.